Boogie, welkom bij Hot Shots. Nou, we gaan jou 5 pikante vragen stellen. Je mag antwoord geven. Wil je dat niet, dan moet je een pikant hapje nemen of een lekker shotje. En hier beginnen we traditioneel altijd standaard met een eerste shot. I'm gonna get to it. Proost. Ja man, to the more life. Let's get it started. Wie is jouw artist crush? En we hebben het over Nederland. Nederland bestaat niet. Ja, weet je zeker? Dat is wel een antwoord, hè? Ja, dat is geen antwoord, zeg maar. Of ik moet dichtbij. Want ik heb geen... Nee, ik heb niet. Ik moet drinken, toch? Maar wat is je global crush dan? Want als je die niet hebt, dan vind ik het wel raar. Kijk, sowieso... On a normal thing is het Riri, snap je? Snap je? On a normal thing is Riri en zo. Maar ja, ik heb sowieso ook... Ik ben sowieso aan het flirten ook met Alicia Keys. Snap je? Ja? Zij is ook daar. Ja? Welk standje zou je nooit meer willen proberen? Nooit meer willen proberen. Ik zeg je eerlijk toch, wat ik doe en zo is altijd wel... Je bent toch exciting, snap je? Kijk, ja, misschien. Ja, kijk, misschien. Als je die doggy pakt toch en je zet die been even iets ver naar voren, snap je? Soms heb je niet zoveel evenwicht, snap je dan? Dus ja, ik hou hem gewoon op die knieën gewoon. Oké, dat is... Nee, dat is eerlijk. Ja, toch, ja, toch. Als je hem snapt, snap je hem. Als je ja, hem, sorry, ja, dan is het toch de 18 jaar plus, hier toch? Dan is het 18 jaar plus. Met hoeveel mensen heb je het bed gedeeld dan? Als we het toch daar al over hebben? Ik denk zijn er niet meer als 10. Why the fuck you lying? Ik hou niet van mixen met te veel spirits, je toch. Wie vind je de slechtste artiest in de game? Ik zeg je eerlijk, ik kijk nu en ik kan niet zoveel. Ik kom niet echt op mensen die in die game echt zijn zo. Ik ga sowieso geen mensen die gingen vloggen en zo. En die nu muziek maken, dat ga ik niet meetellen, want dat, ik zie niet als dat je bent onderdeel van die game, snap je? Maar je weet toch, omdat ik humble ben, ook gewoon, laat me gewoon die shot nemen, je weet toch, laat me niet doen. Cheers. Volgens mij heb je geen telefoon bij, hè? Wel. Waarom? Heb je telefoon bij je? Waarom? Ja of nee? Als je nu al geld het wil geven, kan je ook drinken of zo. Oh, kijk, ik heb mijn okkie, man. Oké, okay, heb je okkie. Okay. Laat ons je internetgeschiedenis zien. Laat me even kijken. Je mag niet kijken, het is van je laat. Hoezo? Zien of niet. Ik moet kijken toch? Laat ons zien of niet? Dat daarom, als ik niet laat zien, dan ga ik drinken toch? Okay. Based artwork, militant betekenis. Mykonos Island, dat is Greece. If you don't know, chromosoom, ik hou van die dure woorden checken en zo, snap je? Ik dacht, wat is dat? Snap je? Lik je elleboog, is een challenge. Lik je elleboog. Als het je lukt om je elleboog te likken, dan ben je free. Lukt het je niet, you gotta eat some. Maar lukt het mensen? Het is iemand gelukt in ieder geval, kan ik je zeggen. Hm? Ja. That's some weird ass challenge you want me to do, bro. I cheat, to be honest. You gotta pass it, but you know what to do when you pass, bro. That's some. It's not so fair as you so kijk. That's some. Hey, G. Hey. Fuck it. Might as well try it, you know. Hé broer, ik kreeg kramp bij bijna! Ja? Oké, wacht, kijk. Kauwe man. Hé Gio, damn, die shit is hard, man. I'm a bad boy. Yeah? I don't need that milk, man. I'm telling you. Hé, je hebt het goed gedaan, man broer. Straight. We'll be right back.
Yo, fuck met de rest van die milk dan. Hè? Ai. Oké. Ik vind het echt kut, mens. En die koolstof was ook nog eens gebost. Maar Ambana kan ik niet wegfantaseren. Weet toch, dat is gewoon het kutste wat je kan doen. Oh, dat is heel pittig.